Ja, als mensen me vragen wat ik opgestoken heb bij deze dag, hè, dit is inmiddels de tweede dag, dan is het denk ik dat je eerst het gebied goed ingaat, probeert om vanuit verschillende perspectieven het gebied probeert te begrijpen, de gronden, te kijken wat leeft er, hoe ziet het eruit, wat is de historie. Hè, dus op basis van een kaartanalyse en veldonderzoek eerst een goed gevoel te krijgen bij het gebied voordat je überhaupt na gaat denken over de doelen. En eventuele plannen begint te maken.